Goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is 1:30. Wij gaan nu vertrekken naar mijn Peter, naar onkel Serge. Dat is de papa van Freya. Want we gaan daar zijn verjaardag vieren en ook nog een beetje een nieuwjaarsfeestje doen. Dat doen we elk jaar. Dus kei fijn, ik kijk er naar uit en we nemen jullie weer mee. I can stay like this, forever following you. Hallo, ondertussen is het de volgende dag. Gisteren zijn we de hele dag nog bij onkel Serge geweest. En hebben we gourmet gedaan, of teppanyaki, hoe noemt dat op zo'n plaat. Zoals jullie konden zien. En dan s'avonds zijn we nog even bij Sam zijn ouders geweest. En voor de rest niks, dus daar heb ik niks meer van gefilmd. Maar vandaag heb ik voor jullie een naked haul. Daar ligt alles op een hoopje. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat ik bij Naked heb gekocht. En ik ga het allemaal ook aanproberen. Als eerste dit t-shirt van Naked met tijgerprint en zwarte details. Allee, zo. De randjes zijn zwart. Dat is super cute. Mooie kleuren. Gewoon tof om zo casual aan te doen op een short of een broek. Dus dit is mijn eerste item. Als tweede dit slangenprint blouseje. Maar dat is see-through, dat is zo sheer. Nu heb ik er een nude kleurige BH onderaan. Maar ik denk wel mooier dat mooier is met een zwart braletje. En dit vind ik wel tof. Het is wel zo, als je iets mooier gekleed wilt zijn met hakken of zo. Of botjes eronder. Vind ik dat wel super leuk. Dus dit is item 2. En jullie kunnen trouwens ook allemaal 15% eraf krijgen met mijn code Thalisa15. Maar ik zal alles nog eens hieronder in de beschrijving zetten. Dan hebben we dit zwarte bodycon jurkje. Gewoon heel simpel met hele dunne straps. Ik vind wel dat het redelijk laag valt hier. Maar oké, ziet er zo uit. Ik vind het wel nog mooi. Zo echt simpel als je naar een feestje moet of zo en je weet niet wat aandoen met hakken erbij. Dus ook iets langer. Ik kan het zelfs nog naar beneden trekken, denk ik. Zo. En dan hakken. En good to go. Als volgende nog een kleedje. Ik heb precies veel kleedjes gekozen. Maar dat is wel heel erg los en flowy. Dus ik zou daar wel een riempje bij aandoen, denk ik. En dan ook weer hakken of hakkenbotjes of zo. Maar het is nog wel cute. Ik vind het wel nog mooi. Dat is wel fijn om er in de lente aan te doen. Dus ja. Als volgende deze zwarte jumpsuit. Ik denk toch wel mijn favoriet item wat ik heb gekozen. De stof is echt zalig. Voelt echt heel fijn als zo'n chill stofje. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar met zo'n ribbeltjes. Echt super stretchy. En dat ziet er zo uit. Hier is een strikje, knoopjes. En dit is de achterkant, heel simpel. Met brede pijpen. En ik denk als je hier hakken bij aan doet ook weer, dat dat wel heel tof is. Voor een feestje of zo, weet je. Cute! En als laatste hebben we nog een t-shirt waarop staat Naked No Turning Back. Dat is best groot, oversized. Ik heb een small genomen. Maar ik steek dat graag in mijn broek en ik heb dat wel graag dat het zo oversized is. Nou, dit is een unisex t-shirt, dus dat gaat ook voor mannen. Dus wie weet dat Sam dat ook wel wil aandoen. Maar ik vind het wel tof. Zwart t-shirt met een tekst. Always good. Terwijl ik mijn haul aan het doen was, zaten katjes hier mee te kijken. Hè? Huh? Hey, leuk? Is het leuk? Shelly? Shelly? Hey. Oh, cuties toch. Oké, dat was mijn naked haul. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Vergeet ook zeker niet dat ik een kortingscode voor jullie heb, mocht jullie zelf iets op Naked willen bestellen. Ze hebben weer hele mooie dingen en heel leuke collecties.
Dus ga zeker eens kijken. Ik ga hier ook de vlog afsluiten voor vandaag, want ik heb nog wel redelijk wat werk. Dus dat ga ik nu doen. En hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie morgen.